Het beste idee voor Rotterdam, Project Plastic en de verenigingsconsulent Scouting. Welkom bij je nieuwe Sportsupport Highlights. Visueel, verfrissend en volledig gedigitaliseerd. In de highlights van 2020 hebben we de hoogtepunten van afgelopen jaar gebundeld. Kom met het beste idee van Rotterdam. Daar dagen we de vereniging mee uit om in beweging te komen. CKV NIO kwam als beste uit de bus. Hi Rotterdam Sportsupport. Wij van CKV NIO hebben het beste idee om heel Schiebroek weer in beweging te krijgen. De mensen gaan al spelend en wandelend verschillende routes afleggen. En de top 3 teams met de meeste punten, die maken we bekend op de socials van NIO. En die kunnen een hele mooie prijs winnen. Gefeliciteerd. Ook op afstand en online zien we nog veel leuke clubinitiatieven. Ketelbinky organiseerde de Corona Selfie Challenge. Voetbalvaders van RVV Blijdorp ontwikkelden een speciaal biertje van de club. Nicantus brengt op de website de 25-jarige clubgeschiedenis in beeld. En Atomium 61 realiseerde een spliksplinternieuwe keuken in de kantine. Goed bezig allemaal! Met sport in deze tijd het verschil maken. In de serie Rotterdam, sterker door verenigingen, tonen bestuurders, vrijwilligers en sporters de veerkracht van hun vereniging. Collega Marco is er maar druk mee, de Sportsupport Thuislights. Kitty, Sonny, Steve, een uil en nog veel meer. Welkom bij Thuislights. Maandelijks een filmpje van de thuisactiviteiten van de collega's. En de mannen van de Core Podcast zijn ook enthousiast. Hallo Rotterdamse sportsupporters. We staan op het punt om een nieuwe aflevering op te nemen. Maar niet voordat we jullie even een hart onder de riem steken. Hou vol in deze tijd en de groetjes van ons. Mannen, ga je nog iets zeggen of we laten het hierbij? Ja. Die witte plastic bekertjes, er gaan er miljoenen van erheen in Nederland. Die willen we er sowieso uit hebben. De volgende stap is dat we dat veranderen naar dat iedereen zijn eigen fles meeneemt. Helpt jouw club mee aan een duurzame en circulaire stad? Met Project Plastic dagen we verenigingen uit het gebruik van plastic te reduceren. En tot slot maak je kennis met Bianca. Sinds kort ben ik actief als verenigingsconsulent in Rotterdam voor de 30 Rotterdamse scouting. Scouting? Ja, scouting. Tot de volgende keer!